Wieler Rixhoort. Ik ben directeur van Desperado Dating. Dat is voor lager opgeleide, dakloze, kansloze, wanhopige desperado's. Dus ja, heb je niet meer dan basisonderwijs, spoor je niet, drink je veel te veel, ben je schizofreen, suicidaal, desperado dating, we doen het allemaal. Desperado dating, ben je wanhopig genoeg? Hier een kleine selectie uit onze kandidatenreeks. Hi, ik ben Charles de Gooyer. Ik ben in 1984 ben ik gaan werken als boekhouder. Het was een hele leuke baan, iedereen was tevreden, goede arbeidsvoorwaarden. En dat bleef maar goed gaan. Vaak op vakantie. Ik hou van bordelen en casino's. Tot ik op een bepaald moment in 2009 in een seksclub mijn directeur tegenkwam. In een uitdagend speelpakje. Het was een dure club. Dus de directeur vroeg zich af waar ik het allemaal van betaalde. En toen bleek dat ik ik veel te goed voor mezelf gezorgd had. Volgens hun, en werd ik eruit gegooid. Er zat volgens hun te weinig in de kas. Goed, het was in 2009. Nu zijn we weer 2 jaar verder. En ik zit gewoon aan de grond. En ja, wat nu? Wat zoek ik? Als je geen geld hebt, is het moeilijk zoeken. En ik zoek een vrouw. Het liefst natuurlijk een vrouw die een beetje geld heeft, maar die zijn ook niet. Die ook niet voor het opscherp. Maar. Vandaar, ik ben een beetje desperaat, dus ik dacht van desperado dating, dat zou het wel eens kunnen zijn. Hallo, ik ben Badje van Driel en via deze manier zoek ik eigenlijk een vrouw. Even wat over mezelf. Ik ben officieel erkende kleptomaan. Ik ben alcoholist. Ik ben nu en dan suicidaal. Ik heb een bloedhekel aan werken. Dus sterke kanten. Ik ga 1 keer per week in bad. Ik heb lichte vorm van zweetvoeten. En ik hou van, je weet wel. Dus als er een match tussen zit, dan hoort ik dat graag. Oké. Desperado dating. Zie je snel. Hallo, ik ben Martin Rooibos. Ik ben dus directeur van de cateringsbedrijf Rooibos. Voordat ik directeur was, was ik dus garderobe beheerder. Maar het was in die periode stevig goed weer, kleine 30 graden, dus de mensen die kwamen allemaal zonder jas. Dus voor mij was de kei schouw op, want er viel weinig op te hangen. Desperado Dating, ook het adres voor tweedehands jetskis en vouwwagens. Desperado Dating, ben je wanhopig genoeg? Ja, mijn hobby. Niet zo'n algemene hobby. Een van mijn hobby's is duivelsuitdrijving, ja. Dat is een hele leuke bezigheid. Heb ik van een heeroom heb ik dat geleerd. Dat was een priester die daar ook in hobbyeerde. Ja, op zich wel een leuke bezigheid. Alleen, het luistert allemaal heel nauw, hè, met die formules. Want het kan wel eens fout gaan dat ik dan echt zelf begin te zweven. Zelf diabolische tractie begint te krijgen. Ja, vandaag in de Desperado Dating Studio aanwezig een van onze kandidaten, de heer Bartje van Driel. Bart, we hadden jou gematcht met, even kijken, Sonja Bierman. Hoe is dat gegaan? Is dat goed bevallen? Eigenlijk helemaal niet zo goed, eerlijk gezegd.
Want er zijn deze stappen en er stond een rekening in de kroeg. En ik had geld bij me. Van het een kwam het ander. En voordat ik het wist, kreeg ik even een paar zeg. Ja, het stond niet in het cv ook dat ze aan de jiu-jitsu had gedaan en MMA. Dus wat mij betreft doet maar wat anders. Dit was voor mij helemaal niks. Oké. En over dat inschrijfveld, hoe zit dat nou? Want ik heb dan die termijn van 5 keer. Ik heb nou 3 keer betaald. Maar ik heb een gebroken neus. Hoe zit dat dan? Ja, het heeft natuurlijk altijd zijn nadelen als je het inschrijfveld in 5 termijnen doet. Kijk, het is 12,5 euro. Ik snap het wel, het is een klapper in 1 keer. Maar ja, doe je het in 5 keer en je hebt pas 3 keer betaald. Logisch dat het nog... hoef je niet uit te leggen. Trouwens, even wat anders. Bij Desperado Dating kopen we ook goud op. Dus is je relatie op de klippen gelopen? Heb je nog trouwringen, verlovingsringen, gouden tanden die eventueel eruit geslagen zijn? Stuur het op of breng het langs bij Desperado Dating. Ook voor oud goud, tweedehands jetskis en vouwwagens. Desperado Dating. Nou, voordat ik dat gedaan had, ben ik ook een tijdje medium geweest. En in het begin ging het lekker als medium, maar op de duur, ik zat er voortdurend naast. Dus de mensen die vertrouwden het allemaal niet meer zo. En daar hadden ze eigenlijk ook wel een beetje gelijk in natuurlijk. Want ik fopte de boel natuurlijk. Ik gaf me uit als medium. En als ik zei, je krijgt 3 kinderen, dan hadden ze er al 4. Hoi, ik ben Bobby van Rixhoort van Desperado Dating. En ik wil even de aandacht vestigen op het volgende. 12 december 2011 dan natuurlijk, hebben we het grote Desperado Datingfeest. De absolute datingavond van het jaar. Met een keur aan artiesten. Ik kan ook nu al verklappen dat er goed gegeten gaat worden. Dus geheel naar de smaak van onze cliëntelen. Er kan uit vuilnisbakken gegeten worden, maar ook vanaf chique servies goed. Het is van plastic tot plush. 12 december, Desperado Dating, Absolutely Dating Night. Ik zie je dan, Desperado Dating, als je wanhopig genoeg bent. Ja, uiteindelijk ben ik uit een depressie gekropen. Van zo'n 15 jaar. Ja, en toen ben ik maar weer directeur geworden van die cateringbedrijf. En dat trekt mij de vruchten af natuurlijk. Want ik mag ze aardig naar binnen schuiven, zo die glaasjes zo. Hoe het met mijn date gegaan is. Nou, het was een heel leuk meisje, ze was 25 jaar jonger dan ik. Ze kwam uit Latina-Amerika, ze had een vurig temperament. Maar ja, het is zoals het in de oude blues song gaat. Sometimes the devil comes to you in the shape of a woman. En dat was ook zo, het was een echte heks. Het was maar goed dat ik iets van duivelsuitrijving weet. Maar zelfs dat... Daar was ik nog te amateuristisch voor, dat ging echt niet. Die heb ik weggespirited, die heb ik laten verdwijnen. Dat was een heilig. Ja, ik heb hier Sonja Bierman aan de lijn. Dat was de match van heer Bartje van Driel. En, wat zeg je? Dat je een vuile... Ja, dat het een vieze... Dat het een smeerpijp is... Dat het... Ja, oké. Ja, bedankt. Yo. Ja, nog eenmaal hier Sonja Bierman aan de lijn met nog een telefonische PS voor de heer Bartje van Driel. Bart, je kan de tyfus krijgen. Uiteraard ben ik mijn oude vak niet vergeten. Dus mocht je problemen hebben met een plop BV... Of met een voetbalclub die wat creatief boekhouden kan gebruiken. Wendt u zich tot de uitzendtak van
Desperado Dating. We horen graag van u.